Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Daphne en welkom op Oma Booktube. Wil jij nou ook heel erg graag je liefde uiten voor boeken, maar vind je het hebben van bijvoorbeeld een booktube zoals wij dat doen net een iets te grote stap, dan is het misschien wel een heel erg leuk idee om te bedenken dat je ook kan beginnen met Bookstagram. Want jawel, dat is tegenwoordig ook een ding. De kans is heel erg groot dat je het wel eens voorbij hebt zien komen. Er zijn namelijk echt ontzettend veel Bookstagrams tegenwoordig. Maar wat zou jou ervan weerhouden om er ook niet eentje te beginnen? Daarom leg ik vandaag in deze beginner's guide uit hoe je een echte Bookstagram moet beginnen. Het eerste waarmee je natuurlijk begint is het maken van een nieuw account. Tegenwoordig hebben we een nieuwe functie op Instagram die ervoor zorgt dat we heel erg makkelijk van verschillende accounts kunnen switchen. En dat alles mooi onder één plaatje valt. Een van de eerste dingen die mensen natuurlijk zien als ze op jouw account terechtkomen is je gebruikersnaam. Als je een Bookstagram hebt is het natuurlijk heel erg tof om een gebruikersnaam te hebben die past bij het Bookstagram wereldje. Daarom kan ik je als tip meegeven dat je een gebruikersnaam maakt die bijvoorbeeld te maken heeft met jouw favoriete boek of je favoriete serie of een van je favoriete personages en dat het daardoor weer gelinkt is naar jou. Nou begrijp ik dat dit een best lastige keuze kan zijn, maar het fijne aan Instagram is dat je op elk gewenst moment je naam gewoon kan veranderen. Dus als je er niet tevreden over bent en je hebt zoiets van nou ik wil eigenlijk liever een andere naam, dan kan je het gewoon aanpassen. Een van de dingen die ik het meeste hoor van de mensen om mij heen die twijfels hebben of ze een Bookstagram willen gaan beginnen, is namelijk het excuus dat ze niet genoeg boeken in hun boekenkast hebben staan. En dat vind ik geen goede reden om niet te beginnen. Het ligt namelijk helemaal aan jou hoe creatief je bent met jouw Bookstagram. Want natuurlijk het allerbelangrijkste is van je Bookstagram zijn je foto's. Ik zal van vooraf bepalen, kijk een beetje naar hoe je bent en hoe jouw foto's zijn misschien op je eigen persoonlijke account. Zijn die heel erg druk, zijn die rommelig of juist heb je die een egale witte achtergrond of hou je van bloemetjes. Probeer je stijl te ontdekken en ook dat toe te passen in je Bookstagram account. Een tip die ik sowieso kan meegeven voor welke stijl je ook kiest, het is heel erg belangrijk om een vlakke achtergrond te hebben, zeker bij Bookstagrams. Dit kan ontzettend simpel. Je kan een tafel als voorbeeld nemen om daar je boeken op te leggen en het te fotograferen, maar het kan ook bijvoorbeeld een mooi kleedje zijn. En als je dat allemaal veel te veel gedoe vindt, dan kan je het zelfs fotograferen door het op een wit blad te leggen. Dat werkt ook heel erg goed. Heb je nou geen idee waar je moet beginnen, dan kan je altijd nog in thema's werken. Bijvoorbeeld, het is nu super lekker weer buiten. En is het niet leuk om bijvoorbeeld een soort van zomers thema aan te houden met de foto's die je maakt van de boeken? Of wat dacht je van bijvoorbeeld één kleur? Ik zie wel eens van die hele mooie foto's voorbij komen waar ze bijvoorbeeld alleen maar roze boeken hebben gefotografeerd. Dat ziet er ook heel erg tof uit. Natuurlijk kan je ook nog denken aan attributen zoals plantjes of replica's uit series of fan artikelen, dingen. Ja, je weet pas wat ik bedoel. Je kan van alles erbij verzinnen of erbij leggen, zodat de foto nog net wat completer wordt. Zelf heb ik geen Bookstagram, maar ik post regelmatig boeken van foto's en dan zet ik er altijd de hashtag Bookstagram onder. Ik heb gemerkt dat hashtags echt heel erg prettig zijn eigenlijk. Misschien vind je het stom staan, maar het kan zeker in je voordeel gebruiken als je ze goed gebruikt. Verder kan ik je gewoon meegeven, wees aardig. Wees je leuke, spontane zelf. Interact met je volgers. Maak vrienden met andere Bookstagrammers. Dat is echt een van de leukste dingen die er is. Dan was dit mijn mini-guide hoe je een Bookstagrammer moet worden. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Heb je nou ook een Bookstagram of ben je van plan om een Bookstagram te beginnen? Laat dan zeker weten even je Instagram naam hieronder achter. En dan ga ik hem sowieso eventjes bekijken. Want ja, ik vind het zelf hartstikke leuk. En ik volg ook een hele hoop Bookstagrammers. Heel erg bedankt voor het kijken. Dikke knuffel. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!